vez más, den e palabra ng di Usain Bolt, sonyo ng tapornada, meta ng Sita Costa. Den dia bupo sonya pornada, hasi sa ki libremente, pero pa meta ng ta costa, energia, tempo, esfuerzo y sacrificio, y hopi sodo. Kung abo ta paga pa logra abo su meta ng. Pense sa kibong. Si sa kinanta palabra ng di Usain Bolt, sin esodo y sacrificio, eno po logra dita esong di mas liye na mundo. Chispense. Pestan ko que más información tocante di deporte di atletismo, libremente, tuma contacto ku CAB via di nang Facebook page of via di nang website. Mita espero bajan ya hopi información, pero siempre bai ora bo falta información o porque un tiki más clarificación tocando un punto en específico, libremente, bopo manda nos tambe di Colorido Sports un message via di nos Facebook page. Nos introducí nabo un deporte básico cual ta atletismo. Un otro un deporte básico tambe ta gymnastics, of mion conocí na holandés, turnen. Ya sabrá último 2 de junio, tabatatín el campeonato Open Curaçaose Kampioenschappen. Esa que wordu organizada pa Stichting Animo. Na el campeonato aquí, dos organizaciones a participar, cual ta Stichting Animo MES, y un otro fundación, cual ta producto de fundación Colorido, cual ta Colorido Gymnastics. Bawa kung abay ku Spring Kampioenschappen organisa pa Fundasyon Animo. We bevinden ons vandaag bij de Curaçaose Spring Kampioenschap waar verschillende kinderen meedoen bij deze fantastische wedstrijd. We hebben oprichter van Animo met ons, Esther. Welkom in Colorido Sport. Dankjewel. Esther, vertel ons een beetje over het kampioen die we vandaag hebben. Eén keer per jaar houden wij als Animo springkampioenschappen. En daar kunnen de meeste kinderen die bij ons op les zitten, vanaf een jaar of 8, 9 kunnen daaraan meedoen. En dan doen ze een oefening op mat en op toestelspringen en op minitramp. En dan tellen we aan het einde de prijzen op en daar kunnen ze prijzen mee winnen. Deelnemen alleen maar kinderen van Animo mee aan de kampioenschap? Nee, we hebben dit keer ook voor het eerst Colorido erbij en dat is heel erg leuk dat we niet alleen onze eigen kinderen hebben, maar dat we nu ook dat we twee clubs hebben. In het verleden heb ik gehoord dat jullie ook kinderen van de regio hebben uitgenodigd. Dat is dit jaar niet het geval. Nee, we hebben een paar jaar geleden ook kinderen uit Aruba gehad. Maar ja, die hebben we wel uitgenodigd, maar dat paste niet in hun wedstrijdschema. Okay. Vertel ons een beetje over het aantal kinderen die zich hebben ingeschreven voor de kampioenschap vandaag. Bij ons nodigen we eigenlijk alle kinderen uit die in de leeftijdscategorie vallen. Dat waren er rond de 200. Die komen dan niet allemaal. Maar ik moet zeggen dat het vandaag een hoge opkomst is. En dat er dus gewoon echt heel veel kinderen komen. Ik schat dat we uiteindelijk uitkomen op een 160, 170 kinderen die vandaag meedoen. Oké, en wat is de hoogste punt die een kind kan krijgen in dit kampioenschap? Je kunt op elk toestel een cijfer halen tussen 0 en 10. En daarvan is 10 het hoogste en 0 het laagste. Oké. Jullie van Animo hebben veel kinderen die meedoen aan turnen. En de vraag is heel erg hoog. Hoe vinden jullie dat op Curaçao het sport wordt aangenomen? Ik vind dat er weinig ondersteuning is voor sport. En dat is jammer. Want ik denk dat heel veel kinderen wel zouden willen sporten. Maar daar niet de mogelijkheden voor hebben. Niet de financiën, niet het vervoer of... En daar is weinig ondersteuning voor en dat is jammer, omdat ik denk dat de doelgroep nog veel groter is. Ja. Ik zie inderdaad, nu hebben we Animo en we hebben ook Colorido Gymnastics, maar er zijn verschillende kinderen toch die veel interesse hebben. Doordat jullie wachtlijsten hebben, vind je toch dat het gerechtvaardigd is dat er een turnzaal zal komen die bijvoorbeeld de overheid zal mede aanschaffen? Ik denk dat alles wat de overheid bijdraagt aan de sport, dat wel goed mooi meegenomen is. Nou, we willen dat je nog een of andere wens toegeeft aan de mensen die naar ons kijken. En misschien dat je meer kinderen krijgt voor Animo. Ik denk dat je aan de kinderen hier kunt zien op de wedstrijd dat gymsport gewoon een leuke sport is, turnen. En ook een hele veelzijdige sport waar je veel plezier aan kunt beleven. Nou, alle succes in de toekomst en ik hoop dat je sport
blijf zetten op de nummer 1. Dankjewel.